niet uit. Want vandaag wil ik laten zien wat doet 90 graden met je hartslag. En hoe reageert je lichaam, je hartslag op 90 graden. Ik ben op dit moment zo'n 100 kilometer ten noordwesten van Helsinki in Finland. En ik doe wat de meeste Finnen hier doen, namelijk naar de sauna. En voor deze gelegenheid heb ik maar even een shirt aangetrokken en een handdoek om. En de sauna is leeg op dit moment, dus ja, kom binnen. Het is lekker warm hier. Het vuurtje brandt. We kunnen even kijken naar de thermometer, hoe warm het is. Nou, je ziet het, hè. Het is voorbij de 90 graden. Ik zit bovenin. Je ziet twee verdiepingen. Ik zit bovenin. Als ik naar beneden kijk, zit ik boven de kachel. En ik heb mijn horloge om. En dus kunnen we kijken wat mijn hartslag doet. Ja, laten we eens kijken wat dit doet. En of mijn telefoon hier eigenlijk wel tegen kan. Die wordt natuurlijk ook 90 graden. Hartslag is op dit moment iets gedaald. Hij is 97. En ja, ik ben natuurlijk rustig gaan zitten. Nou, kan je denk ik bepaalde dingen wel beredeneren wat er zou kunnen gebeuren als je het warm krijgt. Want je hebt het zelf ook wel eens warm gehad, hè? En mijn telefoon zegt de temperatuur van het apparaat stijgt. Als dit zo door blijft gaan, wordt de app vanzelf automatisch gesloten. Oh, dat is wel lastig. Wat kan ik daar nou eens tegen doen? Nou, dit zijn wel hele slechte omstandigheden. Met tegenlicht. De camera zit buiten, die staat nou in het douchehokje. Glasplaat. Want mijn telefoon die ging 3 keer uit. Veel te warm, kan die helemaal niet tegen. Dus ik helemaal niet. Negen minuten. 140 is mijn hartslag. Oh. Ah, je ziet het, hè. Ik ben helemaal rood. Ik zweet me echt helemaal leplazerus. Ja, hartslag gaat omhoog. Mijn HMV, hartminuutvolume, gaat ook omhoog. Dat hartminuutvolume is erg belangrijk. Want niet alleen gaat je hartslag omhoog, maar de kracht van het pompen gaat ook omhoog. Even kijken hoe dat ook weer zit met het HMV, dat hartminuutvolume. Hier een ander filmpje.
Maar waarom is dat nou? Waarom probeer ik dit? Waarom reageert mijn lichaam op deze manier? Waarom word ik knalrood? Nou, dat is, je ziet het, ik word knalrood om warmte af te geven. Die warmte die wordt afgegeven, normaal gesproken, als het warm is met infrarood. Ja, je ziet dat de hartminuutvolume, maar ook de bypasses die in je huid zitten, ja, die gaan open. En shunts zijn dat, die shunts die gaan open en mijn huid wordt ontzettend goed doorbloed. Daarom ziet dat zo rood. Sommige mensen hebben dat bijvoorbeeld als ze zich schamen. Ja, dat plaatselijk die huid sterk doorbloed wordt. Dit heeft een andere reden natuurlijk. Deze reden is dat ik in een ruimte zit van meer dan 90 graden. En mijn lichaam kan dat helemaal niet aan. Dus die kan het beperkt aan. En die kan met homeostatische bewegingen of regelingen, moet ik zeggen. Die kan dat zorgen dat die lichaamstemperatuur op 37 graden blijft. Hoe doet hij dat? Nou, die shunts gaan open. Huid wordt doorbloed. En een enorme hoeveelheid transpiratievocht brengt hij naar de oppervlakte via klieren. Exocrine klieren. Verschil tussen exocrine en endocrine. Ja. Is misschien goed om te weten. Maar die exocrine klieren die produceren zweet. Dat vocht komt uit het bloed. En dat komt op mijn huid. En dat verdampt. En verdampend water. Ja, zweet. Wat grotendeels water is. Is natuurlijk verkoelend. Daarmee kan ik in die ruimte van dik 90 graden blijven zitten. Ik merk dat het direct warmer wordt. Als ik, want er staat zo'n bak met water. Als ik daar een grote schep water over die stenen uitgiet. Dat sist. Verdampt, dan wordt de luchtvochtigheid veel groter. Is het veel lastiger om dat zweet te verdampen. En dan merk je, dat voel je direct als heel erg warm. Daarom kan een Turks stoombad, wat heel erg vochtig is, 100% luchtvochtigheid, nooit heel veel warmer zijn dan 30, 35 graden. Omdat je door transpireren koel je niet meer af. Hier werkt dat dus wel. Je koelt wel af door transpireren. En daarom hou je het uit. 10, 15 minuten. Finnen die houden 20, 25 minuten uit. Hoe meer je zweet, hoe meer je afkoelt. Maar ja, je moet dat dus goed bijhouden. Dus je moet heel veel water drinken. Ja, water drinken, water met een beetje zout. Want je verliest ook veel zout. Dus je moet goed drinken om te zorgen dat, dat je dat watertekort aanvult. Nou, wat ik super gaaf vind, is dus dat ik merk dat die hartslag omhoog gaat. Dat mijn adem ook, mijn ademfrequentie gaat ook omhoog. Want ik ben aan het hijgen. Daarmee koel ik ook af. Want in mijn mond verdampt ook water. Zoals je hond misschien ook doet. Alleen kan die hond niet via die huid transpireren. Maar alleen via zijn tong. Nou, en dan merk ik dus dat ik het na 10 minuten ongeveer uithoud. Dan een koude douche. Dan even relaxen. Hier zo buiten op een bankje. En dan, als mijn hartslag weer gewoon is en ik ben weer op adem, dan kan ik nog een rondje doen. Nou, ik vind het interessant om dit te volgen. Wie weet jij ook. Misschien wil je een comment maken, wil je subscriben. Wat dan ook. Ja, ik ga even koud afdouchen. Want dat is natuurlijk de beste manier om snel af te koelen. Heel veel succes.